This is the script reading of Siraj, chapter 37. Every friend says, I am his friend also, but there is a friend, which is only a friend in name. Is it not a grief unto death, when a companion and friend is turned to an enemy? O wicked imagination, whence came you in to cover the earth with deceit? There is a companion which rejoices in the prosperity of a friend, but in the time of trouble will be against him. There is a companion which helps his friend for the belly and takes up the buckler against the enemy. Forget not your friend in your mind, and be not unmindful of him in your riches. Every counselor extols counsel, but there is some that counsels for himself. Beware of a counselor, and know before what need he has, for he will counsel for himself, lest he cast the lot upon you, and say unto you, your way is good, and afterward he stand on the other side to see what shall befall you. Consult not with one that suspects you, and hide your counsel from such as envy you. Neither consult with a woman touching her of whom she is jealous, neither with a coward in matters of war, nor with a merchant concerning exchange, nor with a buyer of selling, nor with an envious man of thankfulness, nor with an unmerciful man touching kindness, nor with the slothful for any work, nor with a hireling for a year of finishing work, nor with an idle servant of such business. Hearken not unto these in any matter of counsel, but be continually with a righteous man, whom you know to guard the commandments of Yahuwah, whose mind is according to your mind, and will sorrow with you if you shall miscarry, and let the counsel of your own heart stand. For there is no man more faithful unto you than it. For a man's mind is sometime wont to tell him more than seven watchmen that sit above in a high tower, and above all this, pray to Allah that he will direct your way in truth. Let reason go before every enterprise, and counsel before every action. The countenance is a sign of changing of the heart. Four manner of things appear,
good and evil, life and death. But the tongue rules over them continually. There is one that is wise and teaches many, and yet is unprofitable to himself. There is one that shows wisdom in words and is hated. He shall be destitute of all food. For grace is not given him from Yahuwah, because he is deprived of all wisdom. Another is wise to himself, and the fruits of understanding are commendable in his mouth. A wise man instructs his people, and the fruits of his understanding fail not. A wise man shall be filled with blessing, and all they that see him shall count him happy. The days of the life of man may be numbered, but the days of Yashar all are innumerable. A wise man shall inherit glory among his people, and his name shall be perpetual. My son, prove your soul in your life and see what is evil for it, and give not that unto it. For all things are not profitable for all men, neither has every soul pleasure in everything. Be not unsatiable in any dainty thing, nor too greedy open meats, for excess of meats brings sickness, and surfeiting will turn into color by surfeiting. Have many perished, but he that takes heed prolongs his life. And now I read the same chapter in the so-called Dutch language from the so-called Netherlands. Yeah, the language of the so-called the Netherlands. And I read this, yeah, and I read this same chapter of Sirach chapter 37 in the so-called Dutch language from the so-called Netherlands, the Netherlands. Bij deze lees ik dezelfde hoofdstuk 37 vanuit het boek Sirach, vanuit de Willy Brod vertaling. Hoofdstuk 37. Iedere vriend zal zeggen: ik ben je vriend. Maar sommige vrienden zijn het alleen maar in naam. Is het niet een bijna dodelijk verdriet als een boezemvriend in een vijand verandert?
misdadige gezindheid. Waar kom jij vandaan? Jij die de aarde met bedrieglijkheid overdekt? Een slechte vriend longt naar de tafel, maar in tijd van nood houdt hij zich afzijdig. Een goede vriend vecht mee tegen de vreemdeling en grijpt het schild tegen de vijand. Laat jouw vriend niet alleen in de strijd en vergeet hem niet als je buit hebt gemaakt. Maar in de Engelse vertaling staat in vers 6: Forget not your friend in your mind and be not unmindful of him in your riches. Oké, dan ga ik nu door met vers 7. Iedere raadgever roemt zijn eigen raad, maar sommige raadgevers zijn uit op hun eigen belang. Wees op je hoede voor iemand die raad geeft en ga eerst na waar zijn belang ligt. Want hij kan wel eens op zijn eigen voordeel uit zijn. Waarom zou hij zichzelf benadelen? Hij zegt wel: je bent op de goede weg, maar hij gaat aan de andere kant staan om te zien wat jou zal overkomen. Zoek geen raad bij iemand die jaloers op je is en verberg je plan voor degenen die jou benijden. Raadpleeg geen vrouw over haar mededingster. Geen lafaard over vechten. Geen koopman over een transactie. Geen koper over koopwaar. Geen achterdochtige over dankbaarheid. Geen luiaard over werk. Geen losse arbeider over het afmaken van een taak. Geen wegschuwe dienaar over een groot karwei. Zoek nooit raad bij die mensen, maar ga steeds naar een vroom man die een van hart is met jou en die, als je struikelt, oprecht medelijden met je heeft. En let ook op de raad van je eigen hart, want geen mens verdient zozeer je vertrouwen. Het hart van een mens weet soms meer te melden dan 7 wachters die hoog op een toren zitten. En boven dit alles bid de Allerhoogste. Ja, dat is natuurlijk Alua Yahuwah. Bid tot Alua dat hij jou weg naar waarheid richt. Ieder werk begint met overleg en aan elke daad gaat een plan vooraf. Alle beleid wortelt in het hart en daaruit schieten 4 loten op. Goed en kwaad, leven en dood, maar de tong beslist tenslotte over deze dingen. Er zijn bekwame mensen die velen onderwijzen, maar die voor zichzelf niet van nut zijn. Er zijn wijze sprekers die zich door hun woorden gehaat maken. Van alle genoegens zullen zij verstoken blijven. Want Yahuwah heeft hen niet begunstigd. Zij zijn van alle wijsheid gespeend. Er zijn wijzen die wijs zijn voor zichzelf en de vruchten van hun verstand komen hunzelf ten goede. Een wijs man
onderwijst zijn volk en de vruchten van zijn verstand zijn betrouwbaar. Een wijs man wordt met zegen overladen. En iedereen die hem ziet, prijst hem gelukkig. Ik herhaal vers 24 bij deze nog een keer. Een wijs man wordt met zegen overladen. En iedereen die hem ziet, prijst hem gelukkig. En vers 24 vanuit de SFR. Vers 24 leest als volgt vanuit de SFR. A wise man shall be filled with blessing, and all they that see him shall count him happy. Oké, dan ga ik nu verder met vers 25. De dagen van een mensenleven zijn te tellen, maar de dagen van Yashar Al zijn ontelbaar. De wijze verwerft roem bij zijn volk en zijn naam leeft tot in eeuwigheid. Mijn kind, onderzoek je levenswijze. Stel vast wat slecht is voor jou en geef daar niet aan toe. Want niet alles is voor iedereen goed en niet iedereen kan van alle dingen genieten. Wees in genietingen nooit overdadig en ga je niet aan lekkernijen te buiten, want van veel eten komt ziekte en overdaad leidt tot onpasselijkheid. Door overdaad zijn velen gestorven, maar wie oppast verlengt zijn leven. Dit was hoofdstuk 37 van dit was hoofdstuk 37 van Siraj. This was chapter 37. This was chapter 37 of Siraj. En bij de volgende video gaat het in vers 38 over de geneeskunde, over de dokter. Ja, hier zie je het woord arts, over de arts. Maar in de SFR staat physician. Yeah, and in the next video, it's about the doctor.